Welkom. Mijn naam is Jelle Peters. Ik ben een Forex-analyst en schrijver van het eerste Nederlandse boek over Forex. Forex voor ambitieuze beginners. Wel eens ook verkrijgbaar in het Engels. En ik ben ook de oprichter van forexinfo.nl. En in dit deel gaan we kijken naar de basis van de Forex. Hoe de Forex nu eigenlijk precies werkt. Dit eerste deel. Nou, Forex staat voor Foreign Exchange. Het is een samentreksel. Wordt ook wel FX genoemd. Het is de grootste financiële markt ter wereld. Echt bij verre. Dat kun je ook zien in dit plaatje. Dit is dagelijkse turnover is dit. Dus de New York Stock Exchange. Die doet 28 miljard dollar per dag. Maar de Forex, wereldwijde Forex, doet 5,3 biljoen, zeggen we dan in het Nederlands. Dus 5000 miljard. Nou, waar wordt dan het meest in gehandeld? Dat is ook weer bij verre de dollar. De dollar zit namelijk in alle belangrijke valutaparen. Daar gaan we verder ook nog even naar kijken. En dus komt die in heel veel valutatransacties voor. Maar zoals je ziet, doet de euro ook leuk mee. En de yen en de pond ook. Nou, Forex is een virtuele markt. Dus het is niet iets zoals dit. Ook wel weer jammer misschien. Wie zijn dan actief op de Forex als het zo'n enorme markt is? En dat is het. Nou, dat is een heel rijtje. Te beginnen met de grootbanken. Die zijn veruit het meest actief. Dan hebben we het over Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole. Die handelen onderling met elkaar. Het gaat om enorme bedragen. Centrale banken die interveneren soms de Forex om de koers te beïnvloeden. Dat heeft dan weer, is dan weer in het kader van het monetair beleid. Dus Federal Reserve, ECB, Bank of Japan, Bank of England, etc. Multinationals die zijn actief in verschillende landen. Dus die hebben, daardoor moeten ze wel in verschillende valuta handelen. Hedge funds, speculatie, ook posities afdekken. Kleinere banken, brokers en tenslotte wij, de particulieren. Wij zijn ook wereldwijd actief en dat is groeiende, het aantal. Nou, hoe worden valuta dan eigenlijk verhandeld als het zo'n grote markt is? En dat is het. Nou, daarvoor gaan we naar dit plaatje. Valuta worden altijd verhandeld in paren. Dus bovenaan staat bijvoorbeeld in dit geval de pond tegenover de dollar, GBP tegen USD. De euro tegen de dollar tegen de yen. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken, want alle valuta kunnen in principe tegen elkaar worden verhandeld. Alhoewel het ene valutapaar natuurlijk populairder is dan het andere valutapaar. De meest populaire en belangrijkste paar noemen we de majors. En in alle majors zit de dollar. Vandaar ook dat, zoals we eerder zagen, de dollar in zoveel transacties aanwezig is. Het verschil tussen de buy en de sell, de bied en de laat, dat is de spread. Want de broker moet ook het geld verdienen, dus die geeft jou net iets ongunstiger koers dan die zelf heeft. Daar komen we later nog op terug. Maar wat drijft de Forex nu? Nou, op de lange termijn zijn dat cijfers, dus economie en beleid. Beleid van centrale banken, beleid van overheden. Denk bij de cijfers, bij de economie, denk aan de werkgelegenheid, dus de activiteit in fabrieken. Denk aan inflatiecijfers. Denk aan export van China, hoe dat gaat. Denk bij het beleid aan de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank. Die zijn allemaal zeer actief bezig en hebben zoveel invloed. De Bank of Japan is dit het hoofdkantoor van. De Bank of England, eigenlijk niet te misverstaan met die mooie dubbeldekker daar. En de People's Bank of China, die ook steeds belangrijker wordt. Op de korte termijn is er ook bijvoorbeeld veel belang voor technische ontwikkelingen. En dan kijken we naar grafieken, naar technical indicators. Ik heb hier een plaatje van een grafiek waarbij ik even laat zien. Nou, kijk, de prijsontwikkelingen, er zitten bepaalde patronen in. Dat komt dat mensen daarachter zitten, natuurlijk achter de handel. En die kijken op een bepaalde manier naar grafieken. Dus die zeggen, nou hier, daar lijkt een sprake te zijn van een wat we dan noemen een steun, een support. Dus daar zou de koers wel eens kunnen terugkomen. Aan de bovenkant heb je dan een weerstand, een resistance. Maar in het midden, daar zie je dat ook een aantal keer de prijs is, bij terugkomst is gebounced. Dus dat is eigenlijk een support. Nou, dit is maar een hele eenvoudige manier om te laten zien dat je ook op technische manier kunt kijken naar prijsontwikkeling.
Er zijn nog veel meer manieren. Hè. Zo hebben we hier moving average, dus de gemiddelde prijsontwikkeling eigenlijk. Dan kijk je naar hoe het over een langere periode is gegaan en hoe de prijs op dit moment daar zich toe verhoudt. Dit is RSI, Relative Strength Index, die laat zien hoe krachtig een trend is. En dan wordt dat afgezet tegen de daadwerkelijke koers. Dan hebben we hier de Ichimoku Cloud. Dat is een technische indicator die laat verschillende moving averages tegen elkaar zien. En daarmee kan je trendlijnen zien, supportlijnen zien. Ook erg handig. En zo zijn er nog heel veel meer. En uiteindelijk krijg je dan zo'n set ook misschien die er zo uitziet. Maar dat hoeft niet per se. Daar komen we later in de cursus nog over te praten. Nou, hoe word je dan nu zelf een succesvolle valutahandelaar? Nou, daar heb je in ieder geval nodig een trainingplan, technische analyse, fundamentele analyse, wat vrede ben jij, risicomanagement, juist met mindset, discipline, geduld. Gaat wel erg snel. Oké, even overnieuw. Je hebt in ieder geval nodig een tradingplan. En je moet niet als een kip zonder kop gaan traden. Je moet je houden aan je plan, ook nog eens een keer, dat is voor heel veel mensen ook moeilijk. Je hebt technische analyse en fundamentele analyse nodig om erachter te komen wat een redelijke koersontwikkeling is. Je moet erachter zien te komen wat voor trader jij bent. En daar hoort een bepaald risicoprofiel bij. Je moet een bepaalde mindset ontwikkelen, wat heel veel te maken heeft met discipline en geduld. Leren van je fouten en heel veel oefenen. Het is geen get rich quick thing, de forexhandel. Het is heel leuk, het is heel dynamisch, je kunt er heel veel mee doen. Maar je moet wel jezelf ontwikkelen als trader en dat kost echt tijd. Ja, en dan wil je natuurlijk zelf handelen op de forex. En hoe gaat dat dan? Nou ja, dat is iets wat we gaan bekijken in de volgende les, deel 2, zelf handelen op de forex. Daarvoor zie ik je natuurlijk graag weer terug. Tot die tijd zou je natuurlijk alvast kunnen kijken op forexinfo.nl/forexbrokers. Daar bespreken we een aantal van de belangrijke, grotere brokers. Zetten die op een rijtje. Bij sommige brokers hebben we ook een leuke actie. Kun je bijvoorbeeld 50 euro gratis krijgen, kun je vast zonder dat je zelf te storten beginnen met handelen. En dan kom je de volgende keer terug bij deel 2 en dan gaan we het erover hebben over hoe je dat nou het beste allemaal kunt doen. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt aan deze eerste les. En ik zie je graag terug voor deel 2. Bedankt.